ooit was een Jeep Cherokee een ruig werkpaard. Ladderchassis, 6,6 liter V8, bladveren, starre assen, dat werk. Echt zo'n auto waarmee je eigenlijk voor niets en niemand bang hoefde te zijn. Maar goed, dat was mijn jeugd. Door de jaren heen is de Cherokee geëvolueerd tot een... tot wat eigenlijk? De volledig nieuwe Cherokee deelt zijn platform met de Alfa Giulietta, een gezinsauto. En dat betekent niet alleen een rondom onafhankelijke wielophanging, maar ook een dwarsgeplaatste motor. In basis is het een voorwielaandrijver. Alleen tegen bijbetaling is hij nog als 4x4 te krijgen. Kortom, een treinwagen voor mensen die helemaal de trein niet in willen. In Nederland kunnen we kiezen uit 3 motoren in de nieuwe Cherokee. Een 272 pk sterke V6, 3,2 liter. En 2 diesels, allebei een 2 liter, eigenlijk afkomstig van Fiat. 140 pk en 170 pk. We rijden hier ook met de 170 pk versie en daar valt eigenlijk weinig op aan te merken. Tenminste, als het om rijgedrag gaat. Het ding doet netjes zijn best. Het enige is, hij is wel een beetje rumoerig. We hebben dubbel glas in de auto en dat is nog niet voldoende om al het lawaai van een vierpittertje buiten te houden, helaas. In onze auto hier werkt dit 4-cilinder diesel samen met de 9-traps automatische versnellingsbak. Het is in basis dezelfde versnellingsbak die we al eerder hebben gezien in de Range Rover Evoque. Daar hebben we hem ervaren als een ontzettend prettig stukje mechaniek. Hier is de software iets aangepast en het lijkt wel alsof hij daardoor af en toe een beetje aarzelt met wat hij doen moet. We hadden dat verfijnder gehoopt. Ondanks dat er met grote letters Jeep op de voorkant van de auto staat, zullen de meeste Cherokees het asfalt nooit verlaten. Ja, dat zien ze bij Jeep zelf ook wel. Dus ja, vandaar dus de keuze voor een onderstel wat gewoon van een middenklasse gezinsauto is. En daar hebben ze toch een fijn rijdende machine van weten te maken. Die op het asfalt lekker stabiel is. Het is absoluut geen rauw werkpaard. Hij is wel wat aan de stugge kant qua vering, maar absoluut niet oncomfortabel. Zo op het eerste gezicht ziet het interieur van de Cherokee er keurig uit. Ja, het zou eigenlijk in iedere middenklasse kunnen zitten. Nou, om te laten zien dat het natuurlijk niet zo is, hebben ze de lijm van de voorruit wel een heel aparte vorm gegeven. En kijk je dichterbij, dan zie je natuurlijk wel eigenlijk vrij grote kieren en naden zitten. En ook de knoppen die zijn behoorlijk groot. Zelfs met dikke handschoenen kun je ze nog feilloos bedienen. De Cherokee is verkrijgbaar in 3 uitvoeringsniveaus. Als je de Trailhawk uitmonstering neemt op de Cherokee, dan is hij trail-rated. En dat betekent in Jeep taal dat hij de Rubicon Trail kan volbrengen. Oftewel, alle obstakels die hij onderweg tegenkomt, kan hij dan zonder problemen nemen. Of je hem mooi vindt of niet, Jeep heeft in ieder geval onderhuid wel zijn eigen DNA in deze auto weten te leggen. Zo opmerkelijk goed als deze auto offroad presteert, des te opmerkelijker is het eigenlijk hoe goed ze die auto op het asfalt hebben laten presteren. En dat is toch uiteindelijk de plek waar hij het meeste van zijn tijd zal doorbrengen.